Ik ben zo excited. Ik ben ook echt super ziek trouwens. Dus als mijn haar eruit ziet alsof het niet gekemd is, is ook zo. Mijn zus is teruggekomen van Thailand en zij zei: alsjeblieft, souvenirtjes. Let me tell you, ik hoef geen postkaartje. Breng mij gewoon eten mee van waar dat jouw prijs zijn geweest. And I'm really grateful. I swear to God, I'm grateful. Snackies. Het eerste dat we gaan proeven is... Dit is Lay's met de smaak van sushi. Ik hou van Lay's, ik hou van sushi. Ik denk dat deze combinatie alleen maar in zijn voordeel kan uitdraaien. Er staan zo... Weet je, we gaan de ervaring afmaken. Ik ga stokjes halen. Dan heb ik ook eens een reden om te pronken met mijn mooie sushi stokken. Oh my god, ik vind die echt mega cute. Ik weet niet hoe ik van de geur moet vinden. Het ruikt wel echt gewoon naar rijst. Dus het is een beetje confusing, wetende dat het gewoon patat is. It smells like rice. Yeah. Meh, dit is wel echt de shit. Ik heb geen idee wat deze is. Ik dacht eerst dat dat worstjes waren. Ik kan de taal ook niet lezen en ik zie zo'n klein wormpje aan de zijkant. Kan zijn dat dat een kurkumatakje is. Kan ook zijn dat dat een wormpje is. I guess we'll never know. Oh, dat is kei schattig. Oh my god, hoe cute is deze? Wat is dat? Kijk. Dat zijn zo precies van die Japanese Korean snacks. Nee, ben je van? Nee. Not my thing. Ik heb het nu al open gedaan. Ik krijg het wel gewoon in het potje als iemand op bezoek komt. Don't lie. You know your Achtonse parents did that too. The snacks you did not like, but put on the table for guests. Okay? Dan hebben we de Green Nut. Ik heb geen idee wat dat is. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als zo van die korreltjes dat je in soep doet. Zo van die broodkorreltjes. Dat dat zo lekker crunchy maakt. En die zo veel te snel wakker worden, zo na 1 minuut al. Dat je zo denkt van, god damn it. Zou ik ze eerst gewoon allemaal in één keer opeten nu dat ze nog crunchy zijn? Of ga ik ervan genieten? Maar de kans is dan heel groot dat ze wakker worden. Ik moet wel zeggen, ik vind echt de verpakkingen zijn zo schattig. Like, you had me at hello. Oh! Dat zijn gewoon erfjes. They lied. It's just erfje. Het is letterlijk zo van die cracknuts. Zo van die noten. En dan zo met zo'n krokant korstje rond. Dat is zo daar, maar mijn erf. That reminds me. Dat is echt waar mijn moeder mij groente die eten als kleinkind. Gewoon zo. If you don't see it, it's not there. Mij wel pikant. Ja, toch wel pikant. Mij. Dat is zo precies van, we zullen er genoeg chili bij doen. Want dan proef je de erf niet meer. Ja. Dat is een feit. Oh my god, mijn neus. Alle gaten open. Het volgende is deze filled bun. Ik ben wel echt fan van zo die... Je kunt ook zo in Albert Heijn kopen. Je hebt zo van die buns met zo'n filling. Oh my god, die zijn zo lekker. Het is iets anders. Dat is wel echt zo'n broodje. En daar zit zoete aardappel in. Het ruikt oké. Okay. Amai, super lekker. Het volgende is lychee pudding. Ik ben niet zo fan van lychees. Ik ben ook niet zo fan van pudding. This is gonna be great. Oh nee, dat is zo gelé. Oh, amai, nee, dat is... Weet je, zo die Amerikanen die zo van die pudding zo inslorpen, dat is echt zo een trendje geweest. Oh, jongen, dat is precies speelgoed. Dat is zo van die plasticine waar dat zo kinderen maken in verschillende kleurtjes. Dat kunnen toch niet op... Oh my, ik krijg er kokhalzingen van. Dat is niet een pudding, dat is gewoon zo... Oh my, ik ga daar echt slecht... Van die... Dat is zo van die...
Niet mijn ding. Het volgende is cookies en cream. Ik hou van koekjes, ik hou niet echt van cream, maar wel van chocolade. En dit is een combinatie. Dat is precies Oreo, maar lekkerder. I like this. Dit smaakt meer naar Oreo dan dat Oreo naar Oreo smaakt. Oké, ik denk dat... Ik denk dat dit mijn favoriet was. Gevolgd met die sushi chips. Dan die bun. Dit was ook nog wel oké. De borrelnootjes. Ik weet niet wat deze was. I didn't like it. Ik ga wel even mijn mond spoelen, want... Laat me weten als er nog snacks zijn die niet echt veel mensen kennen, maar die wel echt super lekker of echt super handig zijn. Dan mocht je dat zeker laten weten. En dan ga ik die uitproberen. Pachik, pachik!